I need wings to fly, to fly, to fly, to fly. I need wings to fly, to fly, Jax. To fly, to fly. I need... Hey, we beginnen. Oh. Sorry, ja, yeah, let's go. Yo mensen, super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe aflevering van Streekvragen. Wij gaan op pad om te kijken wat de mensen hier vinden van de deelname van Ogina aan het Songfestival. En waar kan je dat dan beter doen waar de meiden zelf hebben gewoond? In Feyenaard. Let's go! Meneer, bent u bekend met de meiden van Ogina? Ja. Ja. Moet bijna wel hier, hè? Ja, dat kan niet anders, hè? Toch? Zijn jullie bekend met de meiden van Ogina? Ja, jij ook? Ja. En kennen jullie het nieuwe liedje waar ze meegenomen aan het Songfestival? Ja. Ja. Nee, nog niet. Nog niet? Nee. Meneer de buschauffeur, mag er een liedje aan in uw bus? Dat is al goed, dat is al goed. Kijk. Wat vindt u van het nummer? Ja, wat zal ik ervan zeggen? Op zich is mijn... Het klinkt een beetje jaren 40. Ja, het is wel een modern jasje daar in ieder geval, maar het lijkt de Andrew Sisters van vroeger wel. Oké, ik ben er zelf niet bekend mee. Maar volgens mij is het deze. Vinden jullie ervan? Wel mooi. Ja, een beetje saai. Beetje saai? Ja, wel. Ja, super. Heel mooi nummer. Ja, 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 sowieso wel super dat ze mee gaan doen natuurlijk, maar super nummer, echt wel. Mensen, we staan hier bij een... mooi huis. En ik hoor je piano gespeeld. We gaan eens even gauw kijken. Oh, hij is heel geconcentreerd bezig. Hij ziet het. Kom eens. Hij komt eraan. We gaan eens even kijken of hij een nummertje kan spelen. Hi. Hallo meneer. Hallo meneer. Ik heb een vraag. Ik hoorde jou zo mooi piano spelen. Ja. En wij zijn bezig met een item over Ogina. Kun jij een nummer spelen van Ogina? Nog nooit gedaan. Kan je, denk je? Dan het proberen. Mogen we proberen? Ja, is goed. Ja, we gaan het proberen. Kom op. Heb je nog even tijd om te oefenen of niet? Ja, hey, ik hoor wat. Mensen, handjes mogen de lucht in. Ja, gaan we hoor! Magic! Wauw! Mag ik een groot studio applaus? Dus even kijken bij de lokale frietent hoor, want als die hier niet weten, weet ik het ook niet meer. Mag ik bij jou mijn Ogina snack ontwikkelen? Oké. Mijn Ogina snack. Ja. Nou zat ik te denken. Al nemen we nou een frikandel. Ja. Dan noemen we hem niet een frikandel, maar een frikangini. Een frikangini, ja. Ja? Ja, dat is leuk. Ja. Dan dacht ik, we doen een kaassoufflé, maar dat noemen we eerste plaats soufflé. De derde item, jij hebt kipnuggets. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, het zijn toch best wel drie chicks. Ik ga dan voor drie kipnuggets. Kipnuggets. Ik heb hem bijna! Ja! Heb ze! Let's gaan we go! Stokje pakken. Stokje pakken. Stokjes! Stokjes, kom! Ik zou ze dwars zetten. Nee, hoezo? Veel ja, zo? Oh, dan moet er nou een frikandel. Ja, dat vind ik ook. Oh, dan bakt het beter, jongens. Het beter, de tip van de meester. Nee, niet. Maar maakt niet uit. Dan niet. Ja, dus, een chick. Dus we hebben Lisa. We hebben de eerste kaassoufflé. Ja. We hebben Shelly. Ja. We hebben de frikangini. En dan hebben we Amy. Oké. En die gaan we nu even... Die gaan we nu lekker frituren. Oké. En hoe lang moet het er nou in zitten? 3,5 uur. Nou, tot over 3,5 uur. 12 seconds later. Oh. Hoe lang nog? Ik weet niet. 1 hour later.
Van Marnix. Nou, je moet wel doen als je moet wachten, hè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3686, 3687, 3688. Oh, we zijn er! We zijn er! Oh! Ja, dit is niet. Oh, ik moet zeggen. Toch? Ik vind hem lekker. Ja, ik ook. Eruit zien. De grote vraag is die lekker? Ik denk het ook gezond, wel. Hè? Plantaardig vet, dat is goed. Echt waar? Normaal gesproken doet hij dat niet om met volle mond praten. Maar nu heb ik wel de Gini snack. Ja. En, wacht even hoor. Oh. Hoor je het? Smekt er ook nog. Maar dat mag, hè? Hij is heerlijk. Ja, hè? Dat dacht ik al, ja. Dus hebben we een... We hebben een Gini snack. Ja, oké. Super bedankt dat we dit hebben mogen doen. Ja, graag. Dus mensen, ben je in Feyenoord? Ja. Wil je nog wat lekkers eten? Kom even bij Henk bij de family langs. Helemaal goed. Gaan we dat regelen. Doei. 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 En binnenkort is de halve finale, Songfestival. Denkt u dat ze doorgaan? Ja, ik denk het wel. Ik verwacht het wel. Als je kijkt hoe populair ze zijn, verwacht ik wel. Maar ik heb geen idee wat de andere landen insturen, zeg maar. Denkt u dat ze doorgaan naar de finale? Daar weet ik niet. Durft u niet te zeggen? Nee, dat weet ik niet. Dat weet ik niet, denk ik niet. Ja, ik denk het wel. Ja? Ja. Kijk, we hebben Kids positief. Dan komen we natuurlijk bij de finale. Welke plek denken jullie dat ze gaan halen in de finale? Sowieso in de top 3. Top 3? Ja. En wat denk jij? Top 2. Nou, ik denk bij de eerste 12. Nou, halen ze wel top 10, denk ik. Dat is lastig, ja. Wat zeg je... Ja, onderbuikgevoel. Ja, ze schopt, gaat niet schoppen, dus die geeft ook eigenlijk geen... Plaats 0. Kijk, we moeten gewoon voor 1 gaan, dus zullen we die gewoon inzetten? Ik vind het een hele goeie. Ja, toch? Dan heb ik voor jullie nog een kleine quiz. Even zoeken waar mijn quizvraag is, hoor. Kunt u mij vertellen wie is? Oeh. We beginnen bij links. Ja, dan zeg ik Amy. Dit is Shelly. Shelly. Zij is Amy? Ja. En ik kom niet op de derde naam. Nee. Dit weet ik wel, dat is Lisa, toch? De rechts is Lisa? Nee, jawel. Oh, jawel, Lisa, Amy, Shelly. Ja, gaan jullie daarvoor? Ja. Weet je echt heel erg zeker? Ja. Echt heel erg zeker? Wow. Je kan nog switchen. Nee, volgens mij niet, hoor. Jawel, mij... jawel. Ja? Ja. Nou, gefeliciteerd, dat is goed. Oké. Okay. Nou mensen, we hebben alle mensen op straat een beetje gehad. En ik denk dat het wel eens tijd wordt om een expert erbij te halen. Dus wij gaan even bij de lokale omroep van Feyenoord, het RVM. We gaan even binnenkijken. Tot zo. Nou, dames en heren, we zijn bij onze expert aangeschoven. Met wie heb ik het genoegen? Corné Nieuwkoop. Jij bent hier een vaste radio-dj bij RTVM? Ja, dat klopt. Op vrijdagavond en de zondagmiddag. Op vrijdagavond mijn eigen programma, Hallo Weekend. Programmatitel zegt het al. Hallo Weekend. Zondagmiddag een nieuwsprogramma, Moerdijk Totaal. Niet alleen nieuws uit de gemeente Moerdijk, maar ook uit de gemeente Zundert, Haldenbergen en Etten-Leur. Wij hebben hem niks voor niks uitgekozen, want volgens mij doe jij ook nog een uitzending voor het Songfestival. Ja, 2 zelfs. 2? Ja, in Hallo Weekend, een week voor het Songfestival en de week van het Songfestival. Daarin belicht ik de schandalen, de winnaars, de verliezers, eigenlijk van alles. Wij hebben op straat wat mensen geïnterviewd over wat ze van Eugene vinden, wat ze van het nieuwe nummer vinden en alles. Dus ik wil eigenlijk bij jou een beetje dezelfde vraag gaan doen en kijken wat de expert erover te zeggen heeft in vergelijking met de mensen op straat. Dus mijn vraag is, je bent bekend natuurlijk met de meiden van Eugene. Ja, ja. Wat vind je van de meiden zelf? Een goede uitstraling. En als we het over het nummer gaan hebben, als ze het verhaal erbij vertellen, denk ik dat ze heel ver kunnen komen. En het liedje zelf, dan komen we inderdaad daarop. Mm-hmm. Wat vind je van het nummer zelf? Wat vind je de pluspunten van het nummer? De pluspunten, ja, natuurlijk de meerstemmigheid, waar iedereen het over heeft. En de lijn, zeg maar, en het klapgedeelte op het einde. Ja, dat. Heb je iets dat je zegt van, goh, dat komt beter, dat is een klein minpuntje of iets? Ja, nou ja, je weet nog niet precies hoe dat gaat lopen daar in de Oekraïne. Tijdens het Songfestival, daar zullen we toch echt de repetities moeten afwachten. Ja. Maar als ze, net zoals in de clip, de tekst door hun gezicht laten lopen, zou ik niet doen. Dan krijgen we natuurlijk de finale. Dan gaan we de kansen inschatten. Ja. Wat denk jij wat de meiden gaan halen op het Songfestival?
Ik denk top 10. Top 10? Ja, top 10. Nee, oké, ja, top. Dat was eigenlijk een beetje wat we wilden weten. De vraag van de expert, dus dankjewel voor je medewerking. Nou, graag gedaan. We zijn bij de conclusie gekomen van deze streekvragen. Feyenoord is echt heel erg breed. We hebben een paar gehad die denken gewoon dat ze de halve finale niet gaan redden. We hebben er gehad die denken die gaan makkelijk de finale redden. Die worden eerste. We hebben ook mensen gehad die denken dat ze ongeveer in de middenmoot gaan zitten. We weten het gewoon niet. Feyenoord weet het niet. Wat we één ding wel weten is, Feyenoord is sowieso no jeans snack rijker. Lekker gaan het smikkelen daar zo. En meiden, vanuit ons, super veel succes. Ik heb er dan alle vertrouwen in. Finale, makkelijk. En ik zeg top 3. Sowieso een dikke top 3. Mensen, super bedankt voor het kijken naar deze eerste aflevering. Ik zie je super snel bij de volgende. Later.